الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره، الحمد لله بحسن صنعه، شكرا على إعطائه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس بروديوسرز وكم بستكتي نجيبة فنا تريف بس عن هيري سندا وخان فنداخ ستارت إن شاء الله متت bouw van moskee nummer 12. We hebben in totaal 160.000 euro ingezameld om hier een moskee te bouwen, inshallah. Naast de markt hier, zoals jullie kunnen zien. De markt is gereed. Dat is een nieuwe markt dit. En die is nu helemaal gereed. En inshallah, ze hebben ons gevraagd om hier een moskee te bouwen. En daar gaan we vandaag mee beginnen, inshallah. Hallo, assalamu alaikum. معكم جمعية نجيبة من إقليم الحسيمة وبالخصوص في جماعة سندا. نحن هنا في المكان وسنبدأ إن شاء الله بحفر أساس المسجد الذي سيشيد على مقربة وبجوار، ليس بمقربة إنه بجوار السوق الأسبوعي الذي يسمى سوق الأربعاء ديال سندا. وهنا ترون بأن قد أشرف على الإتمام لبناء هذا السوق، وستبدأ جمعية نجيبة إن شاء الله بحفر الأساس اليوم وتشييد المسجد الذي هو خصص لهذا الغرض، أي لجماعة سندا، وخاصة في الذي يوجد بجوار السوق الأسبوعي. ونطلب الله إن شاء الله أن يجازي جميع المحسنين الذين ساهموا في هذا بناء المسجد. هذا بيت الله، وكل من ساهم في بناء بيت الله بنى الله مسجدا في الجنة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Beste mensen, zoals jullie kunnen zien, alhamdulillah, de eerste scheppen zijn begonnen om te graven, alhamdulillah, omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dit is prachtig om te zien en prachtig om mogen mee te maken dat de eerste scheppen worden geschept omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. En hier hebben wij natuurlijk allemaal, inshallah, straks profijt aan. Hier hebben we allemaal straks aandelen in. Zoals de profeet Mohammed sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, wie een huis van Allah subhanahu wa ta'ala, Baitullah, bouwt, Allah subhanahu wa ta'ala zal een kasteel, huis voor ons bouwen in Jannah. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het van ons accepteren en mogen Allah subhanahu wa ta'ala voor ons huizen bouwen in het paradijs, dat we daar allemaal straks mogen in genieten, inshallah. Iedereen die ons heeft geholpen, iedereen die een dua heeft gedaan, mogen Allah het van ons accepteren en ons rijkelijk belonen. Dit zijn de eerste stappen die nu worden gedaan. En wij zullen jullie uiteraard inshallah op de hoogte houden van de bouw van de moskee nummer 12 hier in Sneda. Dat is hier op de weg van Sahidi. De mensen die van Tanger Titwa komen en nader gaan, Al-Husima. Jullie mogen altijd hier komen, een kijkje nemen en zelfs een dua doen als jullie hier langskomen. Want dat is jullie moskee. En straks als de moskee af is, dan kunnen wij hier gewoon ook aan de kant van de weg bidden inshallah in de moskee. Die we hebben geholpen, die wij met z'n allen hebben geholpen hier aan. En inshallah, we kunnen niet wachten dat de moskee straks klaar is. En natuurlijk de marktgangers kunnen straks ook niet wachten als hun moskee klaar is. En natuurlijk de mensen van het dorp hier ook. Die kunnen ook niet wachten straks dat hun moskee klaar is, inshallah. Geer, mogen Allah het van ons accepteren. Zakumullah, geer. En we houden jullie op de hoogte
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.